Hallo beste mensen, ik ben het Justin, de neef van Marcus. En ik ga Marcus vandaag interviewen. Ik ga 10 vragen aan hem stellen van kijkers. Dus kijkers van Marcus Vos hebben 10 vragen achtergelaten voor Marcus. En die ga ik hem stellen voor jullie. Hallo Marcus. Hallo Justin. Alles goed? Ja, prima man, prima. Nou, mooi zo. Oké, dan gaan we beginnen met de 10 vragen. Hier is de eerste. Oké. Mensen willen weten... Hoeveel nicotine... Excuses, Marcus. Maar maak niet uit. Nicotinekauwgompjes neem jij op een dag? Ongeveer... Ja, tussen de 10 en de 12 ongeveer. Ja. Zo. Ja. Is aardig wat. Ja, is aardig wat. Wow. Ja, klopt. Ja, is verslaafd, hè? Verslaafd? Ja. Oké, volgende vraag. Ja. Hoeveel kopjes koffie drink jij op een dag, Marcus? Ja, niet zoveel eigenlijk. Ik denk 3 kopjes maximaal. Oh, niet zoveel eigenlijk. Ja. Oh, dat valt wel mee. Ja, vind ik ook. Dat valt wel mee. Vind ik ook. Ja, precies. Ja, volgende vraag. Deze is wel een beetje gewaagd. Oh, maar oh. Oké, we gaan het toch maar vragen. Nou, ben benieuwd. Mensen willen weten hoe vaak jij per dag... Hoe vaak, Marcus? Ja, ik wil het eigenlijk ook wel weten, ik ben wel benieuwd. Jij wilt weten, Justin? Nou ja, ik vind eigenlijk 1 keer per dag fappen wel genoeg. De dag niet gefappen, de dag niet geleefd. Oh ja, dat valt mee. Nou ja, maar je bent ook al op leeftijd. Nou, hey. Alweer 37, toch? Ja, oké. Okay, ja. 1 keer per dag is wel genoeg, hè? Ja, 1 keer per dag. Ja. Ja, 1 keer per dag is genoeg, Justin. Oké, volgende vraag, Marcus. Ja? Volgende vraag. Ja? Deze vraag stel ik die vroeg ik mezelf ook af. Oké. Wat is je favoriete game als je moet kiezen tussen Hearthstone of Fall Guys? Oeh, moeilijk. Ja, Fall Guys is natuurlijk een hele leuke game, gratis, daarom speelt iedereen het nu. Maar Hearthstone is ook echt geweldig, vind ik. Oké. Ik denk dat ik toch voor Hearthstone ga, want Hearthstone is wel echt een game waar ik langer plezier van kan hebben, denk ik. Ja, Fall Guys is een hype, hè. Het is nu gratis, dus ik snap dat het een hele leuke game is. Klopt. Zeker. Maar inderdaad, Hearthstone, ja. Hearthstone, dat op de lange termijn heb je daar meer aan, hè, denk ik. Ja, zeker weten, denk ik wel. Ik snap je wel, Marcus. Ja. Inderdaad. Ja, precies. Volgende vraag. Trouwens, wat is het warm, hè, vandaag, hè, Marcus. Poeh. 38 graden, niet normaal, zeg. Nee. Bizar. Belachelijk, ik hou er niet zo van. En jij? Nee, ik hou er ook niet van, Justin. Maar waarom heb je die warme roze trui aan, man? Ga je die voor de stikkie niet van eten? Ja, deze roze trui heb ik altijd aan, Marcus. Al is het 30 graden, 40 graden. Ja, ik ben gewoon gewend om deze trui te dragen. Vind ik gewoon een mooie trui. Ja, wat een autist ben je ook, hè, Justin, met die roze trui. Oké, nog 2 vragen voor jou, Marcus, van de kijkers. Oké. Hier komt de eerste van de laatste. Nou, kom maar op. Hoeveel kilo weeg je, Marcus, willen mensen weten? Oh. En ben je van plan om nog af te vallen? Want het loopt wel een beetje de speugaten uit. Ja. Nou, ik weeg 120. Ik moet inderdaad een beetje afvallen. Zo. Ja. Ja, dat had ik zelf ook niet verwacht. Ik stond op de weegschaal, maar ik wil wel een beetje afvallen. Maar dat is niet makkelijker, Justin. Ja, lekker eten. Ja, ik snap het. Ja. Eten is lekker. Ja, ik hou van lekker eten. Wil je wel afvallen, dus, Marcus? Ja, op zich wel. Maar ja, ik hou van lekker eten en ik wil gewoon stap voor stap. Ik snap het helemaal. Ja. Ik begrijp het, Marcus. Ja. Oké, de laatste vraag van de kijkers. Oké. En hier was ik zelf ook wel heel nieuwsgierig naar eigenlijk. Ben ook wel erg benieuwd dan, Justin. Wat is de vraag? En dat is, je hebt natuurlijk een kopschopfetish. Ja. Ik vind het leuk om gekopschopt te worden. De knappe jongens. Ja. En de vraag is van de kijkers, en van mij natuurlijk ook. Ja. Door wie word je het liefst gekopschopt? Oeh. Oh, goede vraag. Ik denk, moeilijk. Maar ik denk toch door die knappe TikTok boys of zo. Ja. Oh, kinky hoor, Marcus. Nou, oké. Dit was het voor vandaag. Heel bedankt voor het kijken. Bedankt, Marcus. Ja, graag gedaan, Justin. En nog een fijne dag. En goed insmeren met die warmte. Goed water drinken en zo. Oké, tot ziens. Bye.